Niet zomaar iemand. Namelijk? Er was nieuws hè, deze week. Ja. Weet jij nog wat? Ja, ik weet nog wel wat. Nou, vertel. De voedselbank. De voedselbank, dat, ja. Het onmerkelijk bericht eigenlijk. Weet je, rond de voedselbank is altijd iets te doen. En dat blijft ook altijd zo, omdat we het met z'n allen eigenlijk schandalig en belachelijk vinden dat er een voedselbank nodig is. Maar er is een nieuwe ontwikkeling. En er is een nieuwe doelgroep bijgekomen. Een nieuwe doelgroep bijgekomen, ja. Ja. Dat alleen al is natuurlijk heel schrijnend. Hè? Ja. En dat door de hoge boodschapprijzen die nu te zien zijn. Ja. We hebben Mark Vintges aan de telefoon. Vicevoorzitter van de Stichting Tilburgse Voedselbank. Mark, goedemiddag. Welkom. Goeiedag. Ja, we horen jou. Goed zo, luid en duidelijk. Ja, want jij bent vicevoorzitter van de stichting, hè, in de Tilburgse Tilburgse Voedselbank. Dat klopt. Ja. Wat is er voor een nieuwe beweging gaande nu? Met hoge prijzen, energieprijzen. Wat merken jullie? Nou, jij noemt duidelijk de oorzaken al. Het zijn met name gestegen prijzen in de winkels. En de energieprijzen die op dit moment zorgen dat er enorme aanwas is van het aantal klanten voor de voedselbank. Ja. Want wij kijken naar wat de mensen overhouden. En dat is onvoldoende daarvoor. Zeker ook de energieprijzen. Als je geconfronteerd wordt met een forse verhoging van de energieprijs, dat hoort tot je vaste lasten. Dus blijft er onderaan de streep minder over. Ja, dus jullie krijgen nu mensen die jullie nog nooit gezien hebben eigenlijk. Nou, misschien is het ook goed om heel even, om heel even te duiden van, we gaan ervan uit dat iedereen weet wat de voedselbank doet en wat ze, wie daar naartoe komt. Wat was de eerdere situatie en waarom bestaat de voedselbank überhaupt? Kan je daar even kort even toelichten? Ja, de voedselbank bestaat omdat er mensen zijn, helaas in Nederland, die onvoldoende middelen hebben om in hun bestaan te voorzien. En dan met name in voedsel en ook in kleding. Nou, wij kijken dan met name naar voedsel. Dat is onze core business, laten we zo maar noemen. En mensen die dus onderaan de streep, dus je kijkt naar het inkomen, naar de vaste lasten, en dan vervolgens daaronder onvoldoende over hebben, die kunnen voor voedselpakket in aanmerking komen. Ja. Maar die grens wordt bepaald door de gemeente, hè? Het is niet zo dat je zelf zegt van, ik zit onder die grens. Nee, wij bepalen zelf die grens, samen met alle andere voedselbanken in Nederland. Dus Voedselbank Nederland, dus een vereniging van alle voedselbanken in Nederland, die hebben regels om wanneer je daarvoor in aanmerking komt. En die hanteren wij ook. Ja. Nou hebben jullie het al hard te halen met mensen die echt heel erg weinig hebben. En nou komt er een nieuwe groep bij. Hoe doe je dat? Ik kan niet zo goed rekenen, maar als je al tekort komt, dan en er komen klanten bij, dan is het minder te verdelen. Is het minder te verdelen, of niet? Dat is juist de conclusie. Wij hebben tijden waarin we heel veel te verdelen hebben, tijden waarin we minder te verdelen hebben. Dat is altijd al zo, maar nu zie je heel duidelijk een trend dat de voedselpakket, wat is wat de mensen in de week meekrijgen, mee kunnen winkelen bij ons, dat kleiner wordt. En waar we vooral een tekort in zien, zijn in voedsel uit de schijf van 5. Mm-hmm, de gezonde. Wij vinden het heel belangrijk dat de mensen gezond eten. Maar juist op dat punt zien we een grotere gebrek ontstaan. En om welke producten gaat het dan? Want de schijf van 5 is natuurlijk heel erg uitgebreid. Wat zijn concreet de producten? Ik zal er eentje noemen. De pasta's en de rijst bijvoorbeeld. Mm. Maar we hebben wel overvloed aan dingen die daar wat buiten vallen. Overvloed, jazeker. Ik denk aan chips. Maar wij willen dus ook andere producten meegeven uit de schijf van 5. En je ziet dat daar de supermarkten, je kent de 35% acties wel. Ja. Ja, die verkopen tot het laatste door. Dat is op zich een goede ontwikkeling, omdat je geen voedsel mag weggooien. Maar dat heeft ook een stukje weerslag op ons. Daardoor hebben jullie minder producten. En de vraag neemt toe omdat de groep groter wordt die bij jullie aanklopt. Dat is juist, ja. En is het dan ook zo, want als je noemt net pasta.
Hoe is die stroom? Want je zegt eigenlijk, wat je eigenlijk zegt is, de supermarkten verkopen eigenlijk nog door met allerlei kortingen, waardoor er minder overblijft voor jullie, hè? Mm-hmm. Ja, dat gebeurt zowel landelijk gezien als plaatselijk. Want wij krijgen een deel van onze voedsel aangereikt vanuit de grote distributiecentra van de grote supermarkten. Maar wij krijgen ook lokaal voedsel aangereikt. En van beide zie je dat het wat terugloopt, ja. Maar ik kan niet zeggen van ik heb extra blikjes in huis. Daar zijn wel echt duidelijke kaders voor, hè? Ja. Wij zijn afhankelijk van al het voedsel wat we krijgen. Mm-hmm. Wij kopen dus niets. Ja, een heel enkele keer kopen we wel iets bij van uit de schijf van 5. Maar het principe is voor voedsel die wij ontvangen, met name dus vanuit de voedselbranche, zullen we maar zeggen. Ja. En dat kan zijn van de grote supermarkten tot en met de lokale bakkers. En overigens, die voorzien ons nog goed. Ja, ja. Maar is het ook niet zo dat er wel eens wat overblijft bij restaurants? Sorry, wat zeg je? Ik verstond het niet. In restaurants blijft ook vaak veel voedsel over of ingrediënten. Klopt dat? Ja, maar dat mogen wij niet gebruiken. Want daar zijn allerlei regels voor. Dus dat kan niet. Daarbij zijn dat zulke verschillende dingen. Je moet bedenken dat wij ongeveer 600 huishoudens, iets boven de 600, moeten voorzien. En ja, daar hebben we dus een behoorlijke bulk voedsel voor nodig. En restaurants en dergelijke, dat is voedsel wat al gebruikt is, daar gebruikt is. En volgens mij zegt de regelgeving dat vernietigd moet worden. Nou, je zegt 600 in Tilburg. Waar gaan we naartoe met deze middenklasse die erbij komt? In Tilburg? Dat weten we niet. Dat weet niemand, denk ik. Is er een schatting van te maken? Want waar is die grens dan verzet? Is het qua inkomen dat mensen iets meer inkomen mogen hebben om aanspraak te mogen maken? Of hoe ziet dat eruit? Nee, onze regels zijn al wat versoepeld. Dus in die zin dat we al wat ruimer zijn. Omdat we zien dat mensen in de knel komen. Betekent dat we de budget wat je overhoudt, dat hebben bijgesteld zodat meer mensen ook in aanmerking kunnen komen. En daar kijken we elk jaar naar. Elk jaar kijken we naar de regels daarvoor. Ja. Hey, maar goed, nu is de situatie anders. Dus dan moet je denk ik weer aanpassen. Ja, maar dat bekijken we ook landelijk. Mm-mm. Maar even, stel ik heb nooit aanspraak kunnen maken op die voedselbanken. Maar ik vind altijd van wel. Waar weet ik hoe ik er aanspraak op kan maken? Hoe weet ik dat ik in aanmerking kom voor deze ruimere regeling? Dat is vrij simpel. Via onze website of via een hulpverlenende instantie kun je je aanmelden bij de voedselbank. En dat is voedselbanktilburg.nl? Ja, www.tilburgsevoedselbank.nl. Tilburgsevoedselbanken.nl, kijk, dat is wel, wel belangrijk. Ja. En daar kun je je via een formulier opgeven. Dan kom je altijd in aanmerking voor een noodpakket. Dus er wordt direct voorzien. En vervolgens gaan wij daarna kijken of je daarvoor in aanmerking komt, ja of nee. Maar we zorgen dus altijd dat de eerste nood geledigd wordt. Nou, mooi nobel werken. Ja, sterkte ermee. Sterkte ermee en succes. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel ook en tot ziens. Dag. Dag.